eigenlijk sluit een beetje aan bij vraag 1. Niet op die manier, dat is bijna zelfs contrair. Dat is echt wel even gepasseerd. Van zullen we nou alsnog zeggen van nou, het is dan fijn dat we dat rapport staal hebben, maar we gaan gewoon het verzet in. Ja, dat was de enige fractie die daarnaar neigde was de VVD. Nou, dan mag jij eens raden waarom. En dat is niet omdat ze dan denken dat die aan gauw lijken komt. Precies. Voor mij is nog steeds de merk, die instrument dat je inzet nadat je besloten hebt een bepaalde koers te gaan varen. Ja. Dan ben ik toch heel benieuwd hoe je dat wel ziet. Nou, want de situatie is zo dat er al een bestemmingsplan. Volgende bestemmingsplan is voor de hoge afslankenkant. Dat is gewoon de huidige situatie. De MER kan je dus eigenlijk, zou je in het licht van dat bestemmingsplan, dus die maakt feitelijk niks uit. Want de varianten moeten echt in dezelfde zwaarte naast elkaar gelegd worden. Maar er is wel heel duidelijk door de commissie gezegd, overigens is het werk er bijna af, maar de besluitvorming daarover, die moet je gewoon aanhouden tot het moment dat dit hele verhaal voorbij is. Het is dus per se niet zo dat we nu eerst het bestemmingsplan Hooigracht-Langergracht bijvoorbeeld zouden gaan vaststellen en dan dus een keer gaan kijken of er wat die meer zegt. Ja, dus dat is ook wel een punt van discussie geweest, wat doe je nou? Maar het is heel duidelijk, ook een heel duidelijk advies van de commissie Staal. Houd dat aan. Wie maakt je nog wat, weet je nog ergens een straatje gaat opmeten of zoiets dergelijks in het licht van de voortrekking. De provincie hecht daar wel aan dat aan het eind van dat traject dat bestemmingsplan klaar ligt. Zoals ze ook aan het eind van dat traject zorgen dat alles klaar is voor de doorzettingsmacht. Daar gaan ze gewoon mee door. Nou, dat zien we dan allemaal tegen die tijd wel. Maar het is nu echt aan Leiden om te bepalen wat en hoe wij het hier willen hebben. Naar aanleiding van uiteraard onderzoeken die nu liggen. En wij houden daar als fractie volstrekt onze handen in vrij. Ja. Nogmaals, voordat we met die handen in schakelen, komen we weer bij jullie toe. Michel, daar wil ik eigenlijk wel op inhaken. Als ik het nou met de grove klas schilder, dan kunnen we 16 maanden wachten op het cruciale moment. Dat is namelijk als het bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd. Maar dan komen een van de drie wordt het denk ik dan toch. Het wordt of het trimmetje over de Bree, of over de Hooigracht, of de droge variant. Zijn er andere dingen denkbaar? Dat is eigenlijk vraag 1. Als niet, kunnen ze alle drie precies. Nou, dat kan natuurlijk ook nog. Maar dan hebben we onderzoek. Hij vraagt eigenlijk, ga jij er nu vanuit dat als het de droge variant wordt, dat je dan zegt, nou, het college heeft onder leiding van D66 de RVL tegengehouden. En als het een van de andere twee, de Breestad of de Hooigracht wordt, zeg je dan hebben we dat niet kunnen bereiken. En daar volgt volgens mij uit dat je dan in geval 1 zegt, nou, dan hebben we de RVL tegengehouden, blijven zitten in het college. En wordt het een van de andere twee, dan stappen we eruit. Zeg je dat? Of zeg je dat niet? Nou, en als je het niet zegt, waarom zeg je het dan niet? Omdat ik net gezegd heb dat wij als fractie heel goed over alle scenario's willen denken. En er zijn nog meer scenario's, maar ik ga er nu niet op in. Dit zijn natuurlijk twee denkbare scenario's, maar er zijn er ook nog meer. En als je het niet erg vindt, dan houd ik dat op in eerste instantie binnen de fractie. Ik begrijp jouw redenering heel goed, maar je moet mij nu niet verleiden om te zeggen, en ook de fractie niet, om te zeggen wat er op welk moment gebeurt. Dat zou zelfs ook, laten we zeggen, tekort doen aan de uitnodiging aan de leden om er iets van te vinden. Oké, maar dan heb ik je wel verkeerd begrepen, want ik kreeg toch de indruk dat er met drie dingen uit kon komen. En dan komen er ineens andere opties ook nog naar. Mag ik je vragen of je daar iets over zou kunnen zeggen? Ik heb ook nog over subvarianten heb ik gemeld zonder ze verder te benoemen. Dat is één feit. Er gaan nog andere dingen gebeuren in de tussentijd. Er zijn ook nog provinciale statenverkiezingen. Er zijn bezuinigingen. Er gebeurt van alles en nog wat. Niemand kan de toekomst over 16 maanden voorspellen. Dat zien we dan wel. Maar wij bereiden ons op elk denkbaar scenario voor. En het is evident natuurlijk dat, maar dat heb ik zelf net ook al gezegd, dat de ene variant, laten we zeggen, voor ons
beter is, lijkt mij althans, even als privépersoon vind ik dat nu, dan de ander. Dat kan bijna iedereen hier wel bedenken. Maar goed, we zijn helemaal niet in dat stadium om daar nu een oordeel over te geven. Maar dat is al een keer te straks vroeg. Wat is de definitie van de Rijn-Gouwelijn door Leiden? Neem je dat heel letterlijk, dan is de rode variant een Rijn-Gouwelijn door Leiden. Neem je dat in de geest, dan zeg je, misschien is de Rijn-Gouwelijn, gezien de wens van de stemmer wellicht, niet op te vatten als de Rijn-Gouwelijn door Leiden. Ja, de commissie Staal zegt het eigenlijk als volgt, en wij zeggen dat ook zo. Wat de bestuursovereenkomst van ons vraagt, is medewerking aan een RGL-concept, een HOV-concept van... Van Gouda naar de kust. Daar gaat die bestuursovereenkomst over. En uiteindelijk gaat de raad over wat dat precies in Leiden gaat betekenen. En de rode variant is in die definitie, het valt binnen het RGL-concept, want het is een HOV-verbinding tussen. Maar je staat heel letterlijk in, dus al het andere dan het gaat helemaal niet door, meewerken aan de RGL door Leiden, dat is al heel erg letterlijk. Vandaar dat. Ja, maar dus één zal dan waarschijnlijk zeggen, kijk, hoera, daar is de RGL. En nou ja, ook, het is niet voor niets dat wij ook de voorzitter van onze campagnecommissie betrekken bij het uitdenken van scenario's. Omdat er natuurlijk ook nog bij komt, laten we zeggen, op welke manier je dat ook naar buiten toe neerzet. Natuurlijk is een definitie kwestie, maar uiteindelijk denk ik dat de Leidse burger... Nou, die gaat wellicht iets waarnemen in de stad. En die zal dan voor zichzelf bepalen of hij dat een RPL vindt, of een RPL-concept, of een HOV-verbinding. Of dat is wel essentieel, denk ik. Ook in, ja, ook in deze discussie. Ja, ja. Maar het is niet voor niets, dat moeten we ons goed realiseren, dat de commissie Staal het permanent heeft over het RPL-concept. Ja, niet over de RPL. Nee, want die bestaat eigenlijk nog helemaal niet. Nee, maar vandaar dat ik... Ja, ook het gevoel dat dat ook hier tussen zegt. Ja, wat vat je dan? En dat is ook, daarom is het ook goed dat je er hier eens een keer rustig over praat. Dan moet je zo, zie je mij al zo'n verhaal op de site van Sleutelstad om eens even te roepen dat ik misschien nog steeds terecht dat liedje heb zou zingen. Of wel, ik ga het toch niet aan de gezien het onderwerp kan ik me voorstellen dat er nog wel meer mensen vragen hebben. Nou, ik wil alleen inderdaad even iets zeggen. Dat ik ben zelf ook vanuit mijn werk altijd bezig met verkeer en vervoer problemen. Uit belangstelling heb ik ook het hele staalrapport van A tot Z gelezen. En mij was het echt opgevallen dat juist die rover variant erin staat als een soort weg zeg maar uit de huidige padstelling. En want ook vorig hebben we al zitten denken van ja, hoe kom je hier zo nou uit en hoe vind je een oplossing die misschien voor alle partijen wel acceptabel is en uiteindelijk recht doet aan wat wij als D66 vinden en dat is dan gewoon persoonlijk wat ik als vervoerskenner een goed concept vind. En ik heb echt zo gelezen, die rover variant in de mer brengen is wellicht een hele goede weg om hier uit te komen. En ik ben gewoon ontzettend blij dat de fractie dat oppakt. Dus heel blij. Fijn om te horen. Misschien mag ik nog één ding aan toevoegen. Dat valt is toch ook wel opvallend. Dat gerenommeerde tegenstanders van de Rijn-Gouwelijn. Niet alleen maar een Emiel de Heer, een Ton de Bruin, een Albert Simonis, anderen. En mensen die echt, net als jij, niet alleen maar roepen ik ben voor of ik ben tegen, maar ik verdiepen er ook echt in. Die tegenstanders zijn blij met wat wij nu aan het doen zijn. En ze begrijpen het ook. Maar het is best een lastig verhaal om uit te leggen. Het is niet even simpel van... maar ik ben het met je eens. Ik denk dat wat... Dat is wel een beetje wat... waardoor ook iemand als Peter, denk ik, het gevoel had... dat rapport Staal is een klap in je gezicht. En want als je nou echt het rapport leest... dan had je het ook best anders samen kunnen vatten. Dan zoals het gedaan is en met name zoals het door onze fijne partij van Rood Staal gepresenteerd is. Dat was werkelijk... dat was nou echt een klap in je gezicht. Ik had ook bijna de neiging om die klap dan ook maar meteen terug te geven. Dat was werkelijk verschrikkelijk. Ja. Dit is overigens niet voor... Ik zie dat in de kou.
Ongelooflijk. Kat, kat. Je zag ook dat degenen die erbij waren, dat juist de anderen, de echte deskundigen, hij zat natuurlijk als bestuurlijk, politiek, zat hij niet. Juist de andere deskundigen aan het uitleggen waar nou de kansen voor Leiden lagen. Nou, dat deed hij niet. Maar dat geeft wel weer aan het dat we een mooie objectieve partij werden. Ja, dat is weer. Met alle voor- en nadelen. Meer vragen?